goede hygiëne helpt verspreiding en besmetting te voorkomen. Dat kan gedaan worden middels goede handhygiëne, goede hoesthygiëne en goede nieshygiëne. Hoe moeten we nu in het vervolg hoesten en niezen? Zorg ervoor dat u altijd een tissue bij u hebt om daarin te snuiten of te hoesten. Indien u dat niet beschikbaar hebt, niest u dan in uw elleboogplooi of in uw trui of in uw blouse. Pas daarna goede handhygiëne toe middels het hebben van een hand sanitizer of het wassen van de handen met schoon water en vloeibaar zeep. Zorg u ervoor dat indien u de handen hebt geschud, dat u daarna niet aan uw gezicht gaat aanraken of de ogen, want zo komen dus, is de kans op besmetting heel groot. Vervolgens is het dus van belang om in de thuissituatie en ook in bedrijven ervoor te zorgen dat u een goede ventilatie hebt, goede doorstroming van de lucht in uw huis en dat u ook goed schoonmaakt. Let wel, als u desinfectiemiddelen gebruikt, dat u eerst gaat schoonmaken, plekken schoonmaken in de zin van het verwijderen van vuil, middels zeep en water en vervolgens het gebruiken van een desinfectant. Desinfectant is afhankelijk van welk materiaal dat is. Dat kan zijn dus dat u de plekken kunt schoonmaken met chloor of met alcohol, maar dat is geheel en al afhankelijk van. Vervolgens is het dus van belang om de handen te wassen nadat u van het toilet komt, voor het eten en dergelijke. Mocht het zijn dat u hoest en u zou dus op straat moeten gaan, is het dus van belang om een mondmaskerje op te zetten. Want dat voorkomt ook dat u steeds uw hand voor uw mond plaatst om dus te hoesten. Om een mondmasker op te zetten, is het deze type die u dus moet opzetten als u hoest, niet als u dus gezond bent. En let wel dat u het goed aantrekt. De groene zijde aan de buitenkant, de witte zijde tegen uw gelaat aan. Het metaalgedeelte dat u voelt, die niet onder u kunt te zijn, maar op uw neus en die dient het de vorm van uw neus te geven. Dat ziet u dus hier in beeld. En als u dat hebt uitgetrokken, nadat u het hebt aangedaan, dat u de voorzijde niet ervan aanraakt, want aan de voorzijde is dat vocht dat u hier hebt geplaatst door middel van het hoesten, heb je dan de doordrenking dat u dus aan de buitenkant plaatsvindt. Dus raakt u onder geen voorwaarden dan de voorzijde van uw masker aan. Verwijdert u dat aan de touwtjes, zorg ervoor dat u een strik inmaakt in plaats van een knoop en u verwijdert hem zodanig dat u hem aan de touwtjes vasthoudt en vervolgens opruimt. Heb je toch de fout gemaakt om de voorzijde van het maskertje aan te raken, past u dan handhygiëne toe, was uw handen met water en zeep of gebruikt u hand sanitizer. Mocht het zijn dat u hoest, is het van belang dat u zo'n maskertje op hebt. Ja? Zorgt u wel ervoor dat u niet dit type masker aan hebt. Dit type masker, de chirurgische mondneusmasker, is voor de mensen, bestemd voor de mensen die hoesten. Als u zo'n masker aantrekt, dat heet dus de N95 masker, gaat u dat niet overleven, want u gaat niet goed kunnen ademen. U gaat kortademig van worden. Dus dit maskertje is speciaal bestemd voor de gezondheidswerkers. Ja? Dus zo'n maskertje moet u dus niet aantrekken. Gezonde mensen, voor u is het ook niet nodig om zo'n maskertje aan te trekken. Vervolgens is het van belang om te weten wat u koopt. Mocht het zijn, er zijn op dit moment veel type hand sanitizers op de markt, is het van belang erop te letten wat u koopt. Koopt u hand sanitizer met een alcoholpercentage hoger dan 60%. En mocht het zijn dat u ziek bent, zorgt u ervoor dat u thuis blijft en geen bezoekjes aan huis brengt. Want u snapt dus dat u dan ook meehelpt aan het stukje verspreiding. En indien er een zieke in uw buurt is, heb een afstand, met een zieke bedoel ik dus een hoestende persoon of een niezende persoon, heb dan een afstand van 1 meter tot 1,5 meter van de persoon in kwestie.